ja, ja, ja. Eens per jaar wordt PSV kampioen. Dat gaan we ieder jaar weer overdoen. Rood en wit zijn onze voetbalkleuren. Niets kan onze jongens dan gebeuren. Het was hoestig, lekte aan alle kanten. En toen hadden we hem betaald. En toen gingen we nadenken, hoe krijgen we hem terug? We hebben uitgerekend, als we rijden en de motor houdt het vol, dan waren we 5,5 uur onderweg. Nou, dat kon nooit de bedoeling zijn. En vervolgens hebben we gesleept over de grote weg. Levensgevaarlijk. We zijn blij dat we niet aangehouden zijn. Want wij zijn hier met de legioen. PSV wordt dit jaar kampioen. Daar is niets aan te doen. Dat zingt het legioen. PSV de kampioen. We zijn voor onze club en het is alweer 7 jaar geleden. Dus het is al een tijd voor een feestje, toch? Er zijn een hoop enthousiastelingen, ook onder de politiebeambten. Formeel hebben we nog geen goedkeuring. Vandaar dat we zorgen in ieder geval dat de wagen 100% technisch in orde is. Hij is gekeurd, hij is verzekerd. En het is op hoop van zegen. Hoe ver gaan jullie komen? Ja, we hadden het laatst al een beetje een poeltje opgezet. Eén is in McDonald's op Bosdijk, anders in de derde brug. Zon te zien. Wij willen eigenlijk eerst sowieso een ronde halen hier door Bessen. Hè? Als we het halen. En als ze niet meer verder komen, gaan we lopen. Hè? Want Stadhuisplein gaan we bereiken. Mag niet uit hoe, maar we gaan hem bereiken. De bal moet naar voren, de spitsen staan al klaar. Jongens, een doelpunt, dan is het voor elkaar. Ja, ja. Dat gaan we ieder jaar weer overdoen. Ja, proost. Rood en wit zijn onze voetbalkleuren. Niets kan onze jongens toch gebeuren. Hier komt een bank voor de kinderen. 5 kindjes van 10 jaar die willen we dicht bij mij hebben in het kader van de veiligheid. Vervolgens komen hier banken voor de volwassenen. Die kunnen hier gaan zitten om het veilig onderweg te maken. En hier maken wij een gigantische bar met DJ om volop te kunnen.